Het Antwerpsen Rubenshuis maakt zijn plannen bekend voor de toekomst. Aan deze gevel wordt op Hopland een nieuw onthaalgebouw ingeplant. Schepen voor Cultuur geeft toelichting. Mevrouw de Schepen Nabila Ait Aoud, we staan in het Rubenshuis. Er gaat binnenkort iets veranderen. De ingang. Klopt inderdaad. We zijn hier op een bijzondere plek. Rubens bouwde dus 400 jaar geleden al hier zijn kunstenaarswoning, zijn een palazzo aan de Schelde. Maar als we kijken naar vandaag, we zien een 210.000 bezoekers elk jaar van over de 30 landen, wat dat heel veel is. Dus het gebouw barst echt wel uit zijn voegen, dus we moeten gaan bijbouwen, we moeten gaan vernieuwen naar de normen die nu vereist zijn. Het zal zo zijn dat je binnenstapt van de 21e eeuw naar lang vervlogen tijden. Inderdaad, de, je gaat eigenlijk op één zowel de 17e eeuw als de 21e eeuw kunnen ervaren. Wat heel uniek gaat zijn, wat heel mooi gaat zijn en waar we heel hard naar uitkijken. Waarom is de keuze gevallen op die twee architecten? Ja, we gaan samenwerken met Robrecht en Daam. Die hebben eigenlijk al in het verleden heel mooie zaken neergezet. En ook hier, als we kijken naar het ontwerp, zien we weer dat ze uh, echt wel iets fantastisch uh, gaan neerzetten. Uh, er is heel veel verbeelding nodig om. Zowel de, dus de 17e eeuw als de 21e eeuw te kunnen combineren. En wat dat zij naar voren brengen is weer een geweldig uh, ontwerp. Was het echt nodig om Rubens meer te nog meer in het daglicht te brengen? Ja, Rubens is echt wel uh, verbonden aan onze stad. Um, zowel dus in die 17e eeuw als nu. En zowel internationaal als nationaal. Uh, vandaar dat we die gewoon de nodige aandacht uh, willen geven, ook terug nu. Uh, en dat we terug die internationale uitstraling, die Antwerpen, ja, nog meer op de kaart gaan zetten als uh, de, stad, de grootste stad in Vlaanderen, de grootste kunstenaarstad in Vlaanderen. Um, vandaar dus. Wanneer wordt er gestart met te werken en wanneer is het einde in zicht? De bedoeling is dat we eigenlijk nu starten met te werken in 2021 en dat we in 2024 een fantastisch gebouw hier achter ons hebben. Tot in 2024 dan voor een nieuw interview. Inderdaad, absoluut. Maar ik denk dat we elkaar eerder gaan zien.